en Op dat stadium te komen, die klomp studenten het gehoor van het brood dat gebakken wordt. En alle is nu daar met die camera's, en alle vat foto's. Ik zeg: Ach, lieve meester, mijn brood is nog niet klaar gebakken. <laughs> die brood is spier wat mij is wogen in de pan. Maar Alle vat foto's. toen nu klaar, is, toe besef ik, ik ga er niet scannen kom. Wanneer mensen nu al gebial, wanneer gaan die brood recht weer? En die stem komt bij me elektriek toe. En dan kreeg je eerste de vier pannen en dan gaan we elektriek toe. En dan gaan Brian me bakken verder daar. En dan gaan die taai eten. Oeh, die mooiste goudbruin brood dat gaan eten. En ik vind die andere vier en ik druk houle ook een. En daar is mijn brood recht. En dan komt bij om Piet gelden neus. Om Piet is nog al veertig dagen sterven. Piet zegt me, jij zorgt dat like je elke dag bij je zit Ja, jij Piet er gaat zo so maken om Piet. <laughs> Nou, van die dag af, ik ben nooit weer gebleven. Je kunt elke dag een wind, een rind, een zon, je roosterbrood brengen. So het wordt beter geworden, een groot beter geworden. En uh, vandaag, als ik zo zeg, is de koning van die roosterbrood. Maar ik wil nou niet eerst praten over die, die bezigheid. En, en die feit dat uh, Tanni het al over gepraat, self, dat uh, Tanni van Miljoenen Ruil met die inkomsten van die. Um, van die westerkoeken. Ik uh, zit met een man wat gestrem is. En ik uh, heb zes kinders oor. en zijn man had haar hm. En zo, uh, so die, die tijd is voor mij nog je moeilijk. Hm. Daar kijk ik terug in mijn leven. Dat was hier een lekker tijd geweest. Dat was een bitter zwaar tijd geweest. Maar ik heb gedrukt. En tot verdachten nog steeds. Maar om alles te kronen, die jaren heeft mij doorgedragen op Arendsvlerken. Ik het nooit gekondigd als ik in zo'n so theater zit. Om een beetje over mijn leven te geselsen. Maar al is het moeilijk, is het voor mij lekker. Mijn broodbak is voor mij plezier. Zo so, ik wil toch voor die zeggen die naar gaan luisteren. Dat bij een keer, daar je we ons handdoek en ons geven moed op. En... Als dat mensen voorbij komen wat die honger is, ik wil altijd een stukje brood geven. Als dat kinders komt, dan poppy, ik is zo honger, dat ik altijd in die patty gaan. En ik denk dat daar dieren dat die heren mee zo so wonderbaarlijk zien. Ons is dankbaar voor die poppies brood, voor ons allemaal het dagelijkse brood. En voor dit moet ons betalen, zoals so we het vinnig week vroeg Ons onze terug, net naar je boodschappen.